Hallo iedereen, dit is Björn, oftewel Bliefjes, en welkom bij een nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2016, met Bliefjes natuurlijk. Vandaag gaan we op de Salzburger route gaan we rijden. En we gaan rijden van Salzburg naar Gollingen of zoiets dergelijks was het. En nou ja, we staan dus hier momenteel in Salzburg en doen even de deur open. En we gaan dus richting Golling, zo heet het schijnbaar. Ik zou het op zich helemaal niet kennen hoor, maar goed. Goed, als allereerst doen wij even de batterij, of is dat niet nodig? Oké. Okay. Ho is. Waarom schieten de dingen in één keer vooruit? Dat is ook niet netjes. Oh, waarschijnlijk komt dat omdat mijn raildrive cap aan het ouwehoeren is. Ja, dat heeft alles mee te maken denk ik. Eens eventjes kijken. Waarom ging dat meteen weg? Hij had niet zijn pantograaf op morgen staan. Oh ja. Nou, dat doen we gewoon lekker zo. Maakt niet uit. De holschakelaar doen we nog even aan. PZB doen we voor het gemak nog eventjes aan. Zo. En de frontzijde doen we aan. En als het goed is, mogen wij al vertrekken. Om 11. Ja, dat is mogen al vertrekken. Dus wij schakelen even op. Zo. En doen even de ruitenwis aan voor het gemak. En dan gaan wij uiteraard gaan wij comments doen. Ik wil eigenlijk al een klein beetje ermee beginnen. Maar toen beslom mijn iPad van nee, ik ga crashen. Dus bekijk het lekker met z'n allen. Dus nou ja, niet dat het officieel ook iets, dat, of, iets is dat ik graag bevorder, maar het gebeurde nog helaas. Wij gaan trouwens rijden met deze ja, Oostenrijkse wagens, om maar zo even te zeggen. Dus even kijken of het wel goed gaat zo. Ja, toch wel. Gaat het ook hier goed aan deze kant? Ja of niet? Nou, dat ging heel mooi goed. Gelukkig maar, anders zouden we mooi in de problemen komen, denk ik. En we zien een sign, zien we nu op ja, geel-groen staan. Dus dat betekent dat wij door mogen rijden met een snelheid van 40. Waarschijnlijk als je hier naar boven heen gaat, dat is een soort van snelheidsbaan, denk ik. Zo. Die zijn we even rustig doorheen gegaan. Ik haal ondertussen even opnieuw de comments een keertje bij. Aangezien ik graag de comments wou doen toen ik met de... even kijken welke dat was. Oh, dit is een leuk scherp bochtje daar waar we nou in zitten. Ja, nou kan ik wel geloven dat je hier verder mag rijden. Godnonde, hier zeg, wat een bocht. Zo niet verbaasd als eigenlijk die... Ah, die wagons die rennen daar wel. Oké, nou prima. Nou ja, anyway. De comments die ik wou gaan doen waren van episode 210. Toen ik met de Chris Trains 2200 naar Barneveld heen ging. Eens even kijken of mij niet een paar dingen toevallig iets van bekend voorkomen. Zo, ik gebruik wel even de locomotiefrem hiervoor. Dat is misschien wel makkelijker. Om de locomotiefrem hiervoor te gebruiken. Eens even zien. Ik zal eens even kijken of hier niet iets mij heel bekend voorkomt qua opmerkingen of wat dan ook. Want ik vind het heel lastig om comments om dubbele episodes te doen. Tenminste, het is niet heel erg fijn voor mij, maar goed. Nou, we gaan die even een beetje opschakelen. Of niet? Uit. Ja, nou kunnen we wel opschakelen, heel mooi. Zo doen we dat. We hoeven hier niet te stoppen. We hoeven pas in Salzburg hoeven te stoppen. Dus dat is mooi. Dan kunnen we mooi doorrijden op deze manier. De eerste comment. Tobias Hulstein. Niet zo leuk dat, doordat het een klein raampje is. Maar hij trekt heel langzaam op. Ja, dat doet die 2200 nog eenmaal. Daar kan ik ook niet gek veel aan doen. Zo, zet even de
het schakelmechanisme wat hoger. Nou, we gaan ook de bult op, dus dat zal alles meetellen waarom we het langzaam optrekken. Rick Sabel, hey Björn, weer alweer een geweldige episode. Train Simulator is een leuk spel, werkt te traag op mijn computer, jammer genoeg. Ja, dat hangt ook weer een klein beetje af van je performance helaas. Dus dat hangt ook weer inderdaad heel erg veel van af. Paul Snijders, mooie lok die 2200. Ik heb een vraagje, had bijna alle treinen van Crest Trains, maar aangezien mijn harde schijf is gecrashed en nu een nieuwe heb, ben ik alle treinen kwijt. Wel heb ik de toepassingen, maar niet de codes. Even opletten, zijn er goed? Oké, mooi. 2016 werkt wel weer, maar Nederlandse treinen niet. Nou, als je de codes niet hebt, dat is op zich helemaal niet erg. Want je kunt namelijk een mailtje sturen naar Chris of hij jou de codes opnieuw wil sturen. Dus dat betekent dat je de codes gewoon kunt achterhalen als je netjes even een mailtje naar Chris heen stuurt. Dan zijn er namelijk geen problemen aan de hand. Tom Cornelissen, hoi beliefjes, heb je Train Simulator op een harde schijf staan? Zo ja, hoeveel gigabyte? Ik heb Train Simulator op een SSD staan van 250 gig. Aangezien Train Simulator bij mij al iets van 90 gig groot is. Is het echt waar? Oh ja, verdorie, ben ik helemaal vergeten. Ja, dat is stom. Hoofdschakels uitgeflikkerd, ja oké. Oké, dit is ingeschakeld. Mooi. Goed. Waar is die hoofdschakelaar gebleven? Van hier. Stroom afnemen. Zo. Prima. Nothing on the hand, jongens. Ik liet alleen per ongeluk de koppelingen doorheen vliegen. Nou hoop ik dat we ook snel weer die grip kunnen krijgen. Nou ja, maakt op. Oh. Maakt het niet gek veel, hè? We moeten het toch afremmen. Ik was even de hoe heet het ook weer vergeten? Die motoren was ik even vergeten. Nou ja, voorlopig liggen de koppelingen nog wel uit. Dus ik hoop dat we in ieder geval het station nog kunnen halen. Eens even kijken. De volgende comment. Die is van Tim Vastbender. Trouwens, de rijtuigen zijn geen ICM, maar ICR. ICM is intercity materieel als de koploper en firm. ICR is intercity rijtuigen. Klein detail, maar goed om het verschil te weten. Is trouwens een hele mooie lok, die 2200. Kan je ook een keer met de 2200 eventueel tractie goederen rijden. En als je een keer een route vanuit Den Haag of zo naar Schiphol of eventueel verder kan, naar Amsterdamse Sloterdijk. Naar Amsterdamse Sloterdijk kan ik tegenwoordig wel. Dat is toch wel op zich te doen. Voor mij komt die koppeling helemaal niet meer terug. Oh, wacht even. Goeiedag zeg. Zo. Dan zeg ik, komt die koppeling nog helemaal niet meer terug. Dat zullen we dan ook krijgen, maar... We komen weer een klein beetje in de buurt van station Salzburg. Zo. Zet ik de schakelaar zet ik nog even uit. Dat betekent dat je vanaf nu mag je officieel gezien afremmen. Zo, station Salzburg, dames en heren. En het sneeuwt nog steeds hartstikke mooi buiten. Dus daar is iedereen eigenlijk wel heel blij mee. Nou ja, als je machinist bent, ben je natuurlijk niet heel erg blij dat het buiten sneeuwt vanwege het slechte weer dan uiteraard. Zo, wij doen even netjes hier de deur open. Ik hoop wel dat we hier op tijd... Nou, we zijn ook nog op tijd gekomen, dames en heren. Kijk eens aan, dat is hartstikke mooi. Finn B, wat is het verschil tussen een koploper en de ICMM? Volgens mij alleen dat het vernieuwd materieel is. Zo'n beetje uit mijn hoofd. Treinsport Oost-Nederland, hallo Björn. Er is vandaag een besluit genomen om NS, nu het Nederlandse spoor, opnieuw te maken. Er wordt dan een V1 meer aan Hengelo en Enschede gewerkt. En dan wordt ook de route voller. Je hebt vanaf vandaag ook de NS 1100 en de MAT 5457 nodig van Dutch Classic Pack 08.
Nou, dat zal we weer rekening moeten houden, denk ik. Hé, hey, wat is er aan de hand? Even een beetje een moedje met optrekken of zo. Oké, prima. Het leek alsof de rem nog een klein beetje vast zat en dat je daardoor wielslip kreeg, maar dat viel op zich nog wel heel erg mee. Sten van Vemde, Bjorn, die auto heb je gewoon letterlijk gejat van Rotjoch. Ja, voor de mensen, voor de duidelijkheid, Rotjoch is een YouTube kanaal. En het klopt inderdaad dat hij en ik dezelfde auto hebben, maar weet je, die auto die ik heb genomen, dat is gewoon een free template. Dus dat is gewoon free to use. Dus ik mag gerust die auto gebruiken. En het is gewoon niet copyright gebonden. Floren Slot, nog een reactie in deze video. Dat is een vraag. Wat is jouw lievelingstrein van de NS? Ik zit nu een beetje met de SLT in mijn hoofd eigenlijk. Lukko Locomotief trouwens. Het is op zich even wennen. Een mooi lijntje. Vraag. Gaan ze snel de makers van de lijn Alkmaar-Amsterdam uitbreiden? Want het lijkt me cool als de originele route kan spelen. Vanaf Alkmaar komen de lijnen Hoorn, Haarlem, Den Helder, Nijmegen en Alkmaar, Heerlen, Maastricht. Deze trein zit aan elkaar gekoppeld. PS. Rij eens met een ICMM een leuke route. Nou, ik weet op zich niet of die routebouwer tot zover gaat uitbreiden. Ik bedoel, het is natuurlijk wel een hele klus om tot zover uit te gaan breiden. Het is natuurlijk niet niks, hè. Dus hou er wel alsjeblieft rekening mee. Maar ik juich ze alleen maar toe als we bepaalde dingen willen gaan doen. Eens eventjes kijken. Jan Karsten. Nice video. En Christian 983, het opstarten van de dieselklok klonk een beetje als een propellervliegtuigje wat opstart. Ja, dat klopt inderdaad. Dat klonk ook inderdaad een klein beetje raar. Erik Kieschouw, leuke video met de DDR. Wil je eens met de DDR 1200 naar Amsterdam Centraal rijden? Nou, voor mij Amsterdam Centraal lukt mij nog niet, want dat is gewoon nog niet gebouwd. Dus Door Gaming, leuke video. En Bert van Münster, hoi Bjorn. Erg mooie en bijzondere episode, vooral de Diesellok 2200 met ICR-rijtuigen. Normaal rijden deze hier nooit, maar dat zal je denk ik wel weten. Daarom vind ik het ook erg leuk om deze aflevering te kijken. En ook erg leuk de aankomst in het Ede Centrum. Klasse. Nou, kijk aan dat sommige mensen toch heel erg blij mee zijn. Dat is wel goed om te horen. Ben van Keulen, leuke video. Zou je eens van Leeuwarden naar Zwolle kunnen rijden met een koploper? Die route die, bestaat momenteel niet, dus daar kan ik helaas niet wat voor betekenen. En we schakelen even naar beneden heen, want anders rijden we te snel zometeen. Ja, we rijden nog steeds te snel. Nou, ik schakel gewoon even helemaal plat. Max Jolo, Bjorn, wil je een keer een scenario maken? Hey, een stoomtrein. Die zul je ook niet heel vaak zien hier. Bjorn, wil je een keer een scenario maken op de Noordwest-Nederland-route? Een leuke episode met de 2200. En even over een scenario die je die op Factiva kan rijden. Mooi gereden kan je een keer met de DDR rijden. Wil je een keer een tochtje met Dimitri van Euro Truck Simulator 2 doen? En als ik een comment schrijf, kijk ik eerst op mijn telefoon. Daarom hoop ik voor je dat je de 500 subs krijgt. Leuk kanaal en tot de volgende episode PS Duimpje Omhoog. Nou inderdaad, ik hoop natuurlijk zelf ook wel dat ik tot die 5000 abonnees kom. Alleen ja, het is gewoon heel erg veel werk om zomaar even een paar subscribers te krijgen natuurlijk, hè. Jeroen Peters, is deze lok voor cargo? Normaal gesproken wel, maar in deze speciale episode toch weer eventjes niet. XX Daniel XX Tractie, gas, dit is een dieseltrein. Ja, gelijk, kan ik alleen maar gelijk geven. Sam Weigmans, leuke video. En Selwin Koning, kan je een keer van Arnhem naar Utrecht met de DDM? Met de DDM? Zit ik even na te denken, hoor. Volgens mij wel. Danny Brink, wat zou het prachtig zijn als je dit ook in het echt reed? Ja, maar helaas ben ik geen voltijd machinist.
Jasper vlogt van Ham. Het is een oude lok, daar bedoel ik ermee. Hij bedoelt daarmee omdat hij zei even lekker terug in de tijd. Ja, het is inderdaad eventjes terug in de tijd met zo'n lokje natuurlijk. Nou zit ik even te kijken. Nee, de episode met de DDAR, dat is op zich een klein beetje te veel. Om dat nu te doen. Nou, we remmen even af. Want we zijn nou in de buurt van, hoe heet dit? Van Halijn. Ik weet op zich niet heel goed waar Halijn ligt, maar... We gaan in ieder geval rustig afremmen nu. Ik zie echt even kijken waar staat het station nou eigenlijk, maar dat zal wel na dit bruggetje ergens te vinden zijn. Dat zal ook wel een mooi gezicht zijn. Even mooi over het bruggetje heen zo. Nou, die trein die remt eigenlijk al een beetje uit zichzelf. Aangezien je die koppeling die hou je naar beneden heen, dan merk je ook weer heel goed dat hij misschien op afzetten of vaart. Nou, hij rent gewoon echt van. Oh, de elektrische remmen stonden aan getrokken. Ja, dan kun je inderdaad dat wel hebben dat je die problemen krijgt, ja. Ik heb gewoon de hele tijd met de elektrische remmen gereden, dat is ook lekker handig, hè. Zo, we doen even netjes de deuren open hier. En ik zie dat we pas om 28 hoeven te vertrekken. Dus we hebben nog even mooi de tijd. Wat ik kan doen is niet de comments pakken van episode 211. Maar van 212. Omdat dat zijn best wel weinig comments. En dat is toen ik met de High Speed BR-101 naar Berlijn heen reed. Dat was op zich best wel leuk eigenlijk. Daar zijn 8 comments op gezet. En aangezien we nu toch in Duitsland zijn, kan ik die beter ook nu even behandelen. Als allereerst Remco, Bronger, leuk die Siva. Ja, Siva is een van de grotere aardvijanden die je hier maar kunt hebben eigenlijk. Zo, ik zet even de locomotiefrem erop. Jos de Wilde. Hoe activeer je de cruise control op een Train Simulator 2016? Nou, cruise control, dat activeer je door gewoon met de eiknop. Dat is 9 van de 10 keer gewoon de eiknop. Oscar Rodenburg, kan je ook een keer rijden met de S-baan? Oh, ik weet niet. Volgens mij, dit lijkt wel vrij veel op een S-baan, dit wat we nu aan het doen zijn. Of ligt dat nou puur aan mij? Zo. Scott van den Berg, leuke episode. Alleen wel jammer dat er geen geluid is. Ja, klopt. Ik was toen even stil vanwege mijn keel. Dus ja, dat heb je dan af en toe wel eens. Hè? Daar kun je een keer last van hebben. Joshua Cheng, ja, waarom zeg je Björn? Heel veel mensen zeggen wat Björn tegen mij, dus daar reageer ik al bijna helemaal niet op. Oh, ze zeiden dat die 8 comments op waren, maar er zijn er ja veel meer. Nou ja, maakt toch helemaal niet uit. We kunnen verder rijden. Eerst op aus en dan op opschakelen. Zo. Nou, en dan gaan wij nou naar ons eindstation, station Golling en dan spoor 3. Dan is er een comment van Danny Brink. Superleuke aflevering, alleen mis ik toch je leuke commentaar. Nou ja, heb ik net even bevestigd waarom er geen commentaar in zit. Ik neem toch aan dat die deur wel dicht zit, hè? Ja, oké, dan is het goed. Ik wil wel dat de deur dicht is, anders is het een beetje lastig, hè? Maxim Place, wat zijn je computerspecs? Ja, die heb ik niet al zo vaak opgenoemd volgens mij. Ik hou het even heel kort. i7 processor, 16 giga RAM geheugen en een mooie SSD. Bert van Münster, een hele mooie route Björn. Alleen in dit scenario miste ik locomotieven die bij de dubbeldekkers. Ik dacht dat je het door had. Waarom had je een non-stop voor het eindstation? Wel klasse gereden Björn. PS, had zelf maar een muziekje opgezet omdat het stil was door omstandigheden van jouw zijde. Ja, dat klopt inderdaad, Bert. Nou ja, een muziekje, dat lost het ook prima op, toch? Even kijken, het klopt inderdaad dat ik wat locomotieven miste. De reden daarvan, geen idee. Want je zag wel wieltjes, dus nou ja, oké. Het leek erop alsof ik de repaint miste of zo, maar goed.
Waarom ik een non-stop had vlak voor het station, dat kwam eigenlijk omdat de PZB, die gaf zo'n knipperend 85 lampje aan en ik had toen 85 overschreden, dus ja, dan heb je dat probleem helaas, pindakaas. Zo. Rick van het Hul, maar waar is je stem? Dat weten we nu. Dus Doorgaming, wil je een keer op de Chinese hoogsnelheidsroute rijden? Je mag daar maximaal 350. Ja, ik heb momenteel nog niet echt centjes om een Chinese route te kunnen kopen, helaas. X Superstar in X. Björn, ik mag er toch wel op school kijken, jouw afleveringen? Tuurlijk. En Tom Games, die vraagt nog aan het einde even waarom er geen geluid was. Nou, dat hebben we even netjes uitgelegd vanwege de problemen die je dan kunt hebben met je keel, hè? Het is ook niet echt dat wat ik heel leuk vind, dat mijn keel hartstikke verrot is. Maar goed, soms kun je niet anders. Nou, er kwam nog even een ander klein treintje voorbij gescheurd hier. Even opschakelen naar 24. Dan weten we in ieder geval zeker dat we de 130 gewoon goed kunnen benaderen. Ja, dit ziet er wel leuk uit zo. Nou, nu weer terug in de cabine, want je kan met PZB gezien kun je niet zo heel lang het spul klats en ik kan stoppen. En nou eventjes op 4 zetten voor het gemak. Zo. We gaan straks toch naar beneden heen. Dus hoef je überhaupt niet heel veel tractie te geven, denk ik. Dat is heel iets hoger. Maar dat hoef ik niet zo snel van snelheid te veranderen. Zo. Ik denk dat het nou een beetje op neerkomt dat wij voor de rest automatisch gaan rijden. Want we gaan hier zometeen wel wat steiler naar beneden heen. Of dat valt wel vies tegen eigenlijk. We vallen wel redelijk mee eigenlijk hoe snel wij naar beneden heen gaan. Ik verwacht dat wij heel snel nu vaart zouden maken omdat we überhaupt naar beneden heen rijden, maar dat valt nog wel redelijk mee eigenlijk, zie ik wel zo. Nou, we schakelen even weer een klein beetje naar beneden heen. En dan rijden we zometeen met een vrij hoge snelheid. Rijden wij Kugel voorbij of zo. Kugel. Dus ik neem toch aan dat het zo mag heten, Kugel. Waar is het station? Daar dus. Nou, als we dan even heel erg trouwens een treinspotter zo hier in de bocht gaan staan. Misschien dat het zo een beetje er vet uitziet als ik daarop inzoom zo. Zo. Nou, komt zo meteen wel met een grote snelheid er doorheen scheuren, hè? Daar komen wij aan, hoor. Daar komt ie. Daar komt ie aan. Kijk er nou toch geen schaan. Maar het lijkt er wel een beetje op alsof hij heel langzaam voorbij gaat, maar dat is natuurlijk niet zo. Oh, nou ja. Oh, verdorie. We hebben te maken hier met een rood sein, dames en heren. Oh, dat mijn PZB niet afging. Dat is wel een beetje raar. Ja, we zijn hier ook heel erg vroeg, hè? We zijn hier al redelijk vroeg, dus dat zal alles daarmee te maken hebben, denk ik. Eens even kijken, is dat wek ook rood? Ja, hij is hartstikke rood. Dus het is nu aan onze taak om even deze trein netjes stil te zetten. Of langzaam door te laten rijden. Of whatever. Volgens mij moesten we even een plek maken voor die goederentrein die daar nu staat.
Of die nou in ieder geval aankomt. Zo, laatste stukje met de logrem. Lekker makkelijk zo. Nou, hallo collega. Ja, het is echt nog een... Alsof je een toeter heel snel leeg wil hebben eigenlijk. Eens even kijken wat hier nog staat. Op ons stukje staat eigenlijk helemaal niks. Oh, hij is al zelfs groen geworden. Wat dacht je daarvan, dames en heren? Wij mogen eigenlijk al verder. Nou goed, doen de treinrem er even vanaf. Nou, kom op, werk even mee alsjeblieft. Opschakel dat ding. Zo. Goed, dan hebben we nog ongeveer iets van een kilometer te gaan voordat we bij station Rolling aankomen. Misschien Rolling we daar ook wel lekker naar binnen heen. Lekker rustig. Wel leuk dat we nog op het laatst even moesten stoppen voor dat rode sein. Houdt toch een klein beetje variatie erin. Nou, hoeven we toch pas om 38 daar te zijn, dus nog geen ernstige problemen tot zover. We hoeven ook niet al te ver op te schakelen natuurlijk, anders schiet je nou toch niks meer op met heel veel opschakelen. Ik denk dat we gewoon beter het hier kunnen laten. En dan rollen we gewoon lekker het station binnen. Goed, en dan komen we nu aan bij het eindstation van deze trein, station Golling. En dan zou ik jullie heel erg willen bedanken voor het kijken naar deze episode. Ik hoop dat jullie dit zo leuk vonden, zowel dan mag je even een blauwe duimpje omhoog doen. Als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En wil je uiteraard wat meer zien van mijn episodes, nou dan kun je abonneren op mijn kanaal. En dan word je één keer in de twee dagen word je beloond met een nieuwe Train Simulator video. Dus dat vinden meerderheid van jullie wel leuk, denk ik. Voor nu zeg ik, dames en heren, nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.